Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, die samen met president Chandrika Prasad Sandoki op Bahamas is, deelde tijdens het Afri-Caribbean Trade and Investment Forum 2024 zijn visie over handelsbetrekkingen tussen Afrika en het Caribisch gebied. Hij benadrukt het belang van politiek engagement, het versterken van mensen-tot-mensen connecties en het gebruik van bestaande platforms voor samenwerking. Ramdin onderstreepte de noodzaak voor samenwerking tussen Afrikaanse landen en het Caribisch gebied met het oog op gezamenlijke standpunten in internationale fora, zoals de Verenigde Naties en de organisaties van Afrikaanse, Caribische en Pacifische Staten, OACPS. Hij pleitte voor het overwinnen van technische obstakels bij vrijhandelsovereenkomsten en het verbeteren van directe reisverbindingen tussen de regio's om handel en investeringen te vergemakkelijken.